Degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving. Beleefd aanbevelen Diels en Co. Vriendelijk de aanbevelen, Diels en Co. Goddelijke morgen. Wie? Oh, dag Jules. Wat leuk zeg. En hoe bevalt het de witte broodsweken? Wat? Een zwakke as. Oh, je autootje. Jij zelf? Zit jij zelf met een zwakke as? Oh, in zak en as. Je zit in zak en as. Nee, ik verstond dat je met een zwakke as had. Nee, gelukkig maar. Wat zeg je? Mijn schuld? Ja, maar Sjoe, luister nou toch eens even. Ik heb alleen maar gezegd, meid Wilma, zou jij nou niet eens een paar van die schattige contactlensjes aanschaffen? En dat alleen omdat ze die verkeersagent aanzag voor een Zaanse molen. Ach, en sindsdien heb je de indruk dat ze je meid. Ja, wat is dat nou toch jammer zeg. Want ze staan er zo beeldig, hè. Nee, natuurlijk, je ziet ze niet. Maar dat constant bedraande, dat vochtige biggelen. Ja, ik weet niet, het geeft zoiets ontroerend, hè. En het verzachte harde trekken, vind je niet? Ja, jij zit ermee. Ja, inderdaad. Maar doe nou zeg, dat is toch geen reden bij de pakken neer te gaan zitten. Kom nou, je laat je huwelijksleven toch niet bederven door de gewetenloze optische industrie. Niks ervan. Mag jij misschien ook even de moderne techniek in de arm nemen? Hoe? De plastische chirurgijn toch zeker? Wel, nee, zo'n man schrikt nergens van, tuurlijk. Er is toch altijd wel wat van te maken. Hè? Niet waar? En je moet maar denken, zijn contactlensjes, dan jij een gezicht. Wat? Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze je bij het ziekenfonds hiermee zouden willen laten blijven rondlopen. Dat is geen gezicht, tenslotte. Ja hoor, meteen werk van maken. Dag Sjoe. En ik maar denken dat het kind alsmaar huilde van de nieuwe contactlensjes. Ze zag hem. Het is maar wat je contactlensjes noemt. Ah, hoogst interessant zeg. Goedemorgen. Goedemorgen wat? Hier, dit. Uitstekend boekwerkje zeg. Moet je beslist eens lezen. Van wie? Van wie? Even kijken. Een meneer Miao Tse-tse. Of daaromtrent. Ah, Mao Tse-tung. Wie? Mao Tse-tung. Even kijken. Ja, ken hem zeg. Heb je meer geschreven? Bijzonder knap zeg. Je hoeft het maar open te slaan, willekeurig. Hier. Onze overheidsuitgaven moeten gebaseerd zijn op de politiek van zuinigheid. Nou zeg, letterlijk. Eindelijk is iemand die het durft zeggen. Onze overheidsuitgaven moeten gebaseerd zijn op de politiek van zuinigheid. Staat er! En wat je ook opslaat bij die kerel zeg. Zeg maar ho, ik blader. Zeg jij nou ho! 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 Let op. Ik ga met mijn vinger van boven naar beneden. Mijn ogen dicht. Zeg jij maar weer ho! 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 Ik hou mijn ogen dicht. Lees maar voor. Bij mijn vinger. Lees voor. Zorg dat alle vrouwelijke arbeidskrachten volgens het beginsel van gelijke beloning voor gelijk werk hun plaats aan het arbeidsfront gaan innemen. Nee, dat staat er niet. Dat kan niet. Lees eens voor wat er wel staat. Aan deze eis moet binnen de kortst mogelijke tijd worden voldaan. Ja, wel nee, maar de onzin zeg. Ja, Miao Tse-tse is een beetje gek zeg. Nee, dat heb ik hem anders leren kennen hoor. Waar staat dat? Oog open, waar staat dat? Bij je vinger. Bij mijn vinger, waar is mijn vinger? Oh ja, hier. Zorg dat alle vrouwelijke arbeidskrachten volgens het beginsel van gelijk. Waarachter zeg, staat het. Nou, maar daar zit meneer Mao Tse-tung. Dan toch even fout, zeg. Daar moet ik hem nog eens even over schrijven. Enig idee waar die prutser zit? Nou, ik dacht in China. In China, ja. Nou ja, meneer gaat even naar China. Wat doet hij daar? Daar is hij de baas. Oh, is het.
Oh, is het die? Die. Die miauwt ze toen. Ja. Oh. Waar al die vuile communisten wonen? Ja. Oh, nou ja. Waarom niet? Hoe zegt u? Huh? Ik zeg, nou ja, waarom niet? Oh. Wat nou? Zeg ik iets geks dan? Mogen die mensen daar niet wonen dan? Moet ik ze dan hier gaan zitten te verbieden? Nee, maar het klinkt opeens zo verdraagzaam. Terwijl een normale ontploft als je het woord links laat vallen. Dat is helemaal niet waar. En heb niet het lef in mijn bijzijn links te laten vallen, zeg. Die hebben wij in deze voze uitbuitersmaatschappij hard nodig, linkse mensen. Het zijn heel fatsoenlijke personen, linkse mensen. Het is toch zeker alles kapitalistische knechtschap wat de klok slaat? Nou, dat hoop voor het eerst. Oh ja, nou, dan wordt het toch wel tijd dat jij dit boekje in vlees te hellen. Op dat andere wat ik vannacht in indruk heb uitgelezen, zeg, van meneer Margeuse. Majestueus, zeg, imposant. Wat een denkwerk. Niet te geloven, zeg. Ja. En dan te bedenken dat je gisteren alleen met het woord student er al een lichte zenuwtoeval kreeg. Protest, zeg. Mag ik er even protest tegen aantekenen? Tegen dat stomzinnige woord, studentenrel. Wel, ja, waarom niet? Als daar een stel jonge intellectuelen op originele wijze de aandacht vestigen op hun volkomen rechtmatige verlangen, zeg. Studentenrel. Zeg, ik vind dit wel een beetje eng, hoor. Je hebt toch niet iets bedorvers gegeten of zo? Dus als ik iets verstandigs zeg over deze decadentie van deze walgelijk consumptieve maatschappij, dan heb ik iets bedorvers gegeten. Nou, het kan natuurlijk ook wezen dat het een lichte hersenschudding is. Heb je soms ergens je hoofd gestoten? Nee, ter helle, nee. Ik heb niet mijn hoofd gestoten. Ik heb niks bedorvens gegeten. En ik leid ook niet aan een plotselinge verstandsverbijstering. Nee, maar ik beschik wel over een dusdanige lenigheid van geest dat ik in staat ben een eenmaal ingenomen standpunt te verlaten. Uiteraard verzaakt naar redelijke discussie en krachtige argumenten, dat wel. Dan zeg ik, mea culpa. Mea culpa, mensen, ik zat fout. Je hebt gelijk, zand erover. Oh. Ja, oh. En als je me mocht aanzien voor zo'n oude seniele reactionair, dan sla er maar op los. En laat ze de puberbekken dicht houden, dan heb je het glad mis, hoor. Ja. Ja, precies, ja. Toevallig heb ik een zaak op mijn nek, nietwaar? Toevallig ben ik er verantwoordelijk voor dat er bij ieder zoveel mensen brood op de plank komt, of niet soms. Oh, wel soms. Voilà. En als ik me met mijn zaak op de nek in dit revolutionair tijdsgewricht dan geen redelijk en fatsoenlijk conservatief standpunt kan veroorloven, dan maar niet. Dan offer ik dat graag op. Dan maar onredelijk en onfatsoenlijk progressief. Oh, op zo'n manier. Jawel, mijn zaak komt eerst. Dat is mijn principe. En dat valt niet mee te knoeien. Ik ben geen windhaan in die dingen. Absoluut geen windhaan. Als ik voor rechts kan bouwen, dan graag. Maar als links boven komt drijven, dan bouwen we voor links. Met alle plezier. Mijn zaak komt eerst. Ik laat me door niemand van mijn principes afbrengen. Daar. Oei, wat ben ik mooi. Oei, wat ben ik mooi, jou. Dan wordt het toch tijd dat jij ook dit rode boekje van de heer Miauwtje eens leest. Nee, weet. Hier, over de jeugd. De jeugd. Vorm van alle maatschappelijke krachten. De meest positieve en vitale kracht. Nou. Nou wat, mag deze vitale kracht wel even een keer moei wezen van die nasibakker? Nasibakker? Jawel, meneer heeft het even over de grote miauw zelf, zeg. Lees dat gerust maar eens, dat is vakwerk filosofie van de eerste rang. Ja, nou, voor mij is het de fabeltjeskrant, in het Senees dan, hè? Ja, oh, ja, ja. En hier dan? Oom slaat weer willekeurig iets op, hier, bij de vinger. Natuurlijk moeten de jongeren van ouderen en volwassenen leren. En er zoveel mogelijk naar streven met instemming van ouderen en volwassenen zich met allerlei nuttige activiteiten te gaan bezighouden. Nou. Ja, suipen en zwessen zeker. Oh. Met je Chinese staart uit je Chinese nekklessen. Hè? Nee, man. Meneer Miauw heeft het over nuttige activiteiten, jongen. Noem maar op. Jij zou bijvoorbeeld eens met ooms instemming voor je ouderen en volwassen oom
koffie kunnen zetten, of noem maar iets. Ja hoor, de enige vraag die een culturele revolutie bij jou oproept is, hoe lurkt ik mijn koffie? Hè? Om lurkt geen koffie, neef Eef. Ah nee man, als jij dat pootje in kon baaien, dan zou jij het niet laten. Nee. Morgen chef, morgen allemaal. Jawel, Bolshevik nummer 2, morgen Paul. Morgen chef, ik verstond niet wat u zei chef. Nee, natuurlijk niet Paul, allicht niet jongen. Als iemand de waarheid gezegd wordt, hè, dan wordt hij meteen een beetje hardhorend. Gek is dat, hè? Maar die wacht al van gisteravond. Daar had je dan geen moeite mee. Laten we dat even vaststellen, Paul. Diepe bewondering, chef. Maar voor het stelletje Zwetsers? Nee, chef. Voor u. Diepe bewondering. Petje af, hoor. Oh ja, Paul. Ja, vond je dat... Hoe bedoel je? Luister even naar Paul, mensen. Hoe bedoel je dat, Paul? Petje af, in welke zin? Luister even naar Paul. Wat Paul zegt, Paul's visie, Paul. Ja, Paul. Nou, Paul. Uw wijze van zaken doen, chef. Ja. Ik was daar wel even op dreef gestaan. Ga door, Paul. Bij wijze van zaken doen, zeg je? Ja, formidabel, chef. Het zou mijn manier niet wezen, maar... Waarom niet? Nou, dat harde bedoel ik, chef. Geen kritiek, begrijp ik goed, maar die harde lijn... Waar je jezelf te weten wacht, bedoel je... Dat is draufgängerische mentaliteit, jongen. Dat bedoel je? Ongeveer dat, chef. Ja, wat? Ongeveer dat, chef. Dat compromisloze, hè? Let even op, nee, weet je alleen wat van. Hoe juist Paul dat dan weer even onder woorden brengt, hè? Ja, dat verplichte hardheid bij het zaken doen. Of zoals Paul dat er even heel juist stelde, het compromisloze... Ga nog even door, Paul. Ja, hoe zal ik het zeggen, chef? Hoe die mensen daar dan gisteravond even keihard geconfronteerd worden... met de onverbiddelijke mentaliteit van een... Ja, ik begrijp wat je bedoelt, Paul. Een... Roofdier. Wel ja, roofdier. Oh, zeg, nou, daar ben ik juist gek op roofdieren. Ja. Dat directe, hè? Dat heerlijk vrede, domme mannelijke, daar kan ik in artis uren naar kijken. Wel ja, in artis ook nog uren kijken naar een kooi vol zakenmensen in artis. Waarom ook niet? Haha, chef. Ik zie u al in de autoband hangen slingeren, chef. Pardon, chef. Hè? Nou, vergeet het maar, hoor. Juist. Ja, die autoband, die verhuurt die. Pardon? Ja, die autoband, die verhuurt die aan zijn collega's. Dat gaat altijd door, hoor. De winstdievenmentaliteit, die verhuurt die. 3 zwaaien voor een kwartje. Nee, babe. Omhoog, verkopen toch zeker de eigen tralies aan het publiek, dat tuig. 3 betalen, 2 laten zitten, inclusief een kwartje voor het klimbomenfonds. Knappe toeristische portemonnee in zijn zak bij te houden. Ja, nou is wel even welletjes, hè, neef Eef. Ja. Een grapje is leuk. Daar doet oom graag aan mee. Daar wil oom best even om lachen. Om oom in een zakenmensenkooi in Artis. Maar daar blijven we nou niet serieus over doordenken, nietwaar? Nee. Dat bewaren we dan voor na de revolutie. Ja. Hè? Als we die hele oplichterstroep genationaliseerd hebben. Ja. Dat had je dan gedacht, neef Eef, dat oom in die situatie, na de revolutie, niet meer mee zou tellen, hè? Nou, dat had je dan na gisteravond dan beter kunnen weten, boy. Ja, dat oom, als het politiek tijd keert, over voldoende commerciële zakeninstinct beschikt, om te juiste moment de bakens te verzetten. Ja, daar heb jij inderdaad een zekere handigheid in gekregen. Ja, dat zegt mijn vader ook altijd. Die zegt altijd, die heb in de oorlog. Ja, broer Piet. Ja, broer Piet weer hoor. Nou, laat ik dan maar weer eens, want daar word ik nooit moe van hoor. Laat ik dan maar weer eens en zonder me daar als broer Piet voor op de borst te slaan zeggen. Dat oom Paul in de oorlog niets heeft gedaan. Nee, weet dat het daglicht niet kon verdragen of waarvoor oom zich wenst te schaden. Nou, dat zegt mijn vader nou ook altijd. Voilà. Ja, die zegt altijd, die heeft zich in de oorlog open en bloot en schaamteloos rijk gezwendeld. Bielse grap. Altijd raak hoor, elkaar een beetje zwart proberen te maken, lekker overdrijven en pas op dat je dan niet kwaad maakt. Hè? Want wie zich kwaad maakt, die verbeurt de pand. Bielse traditie, leuk. Waar hadden we het over, jongens? Ander onderwerp, hè? Waar hadden we het over? Ja, over gisteravond. Ja. Jullie hadden toch die besprekingen over de bouw van die studentenwoonflat? Ja, inderdaad. Of we dat hadden, Paul. Daar kijk je dan toch wel even van op, hè? Ja, ik had u misschien beter even kunnen waarschuwen, chef. Wist jij het dan? Ja, natuurlijk, chef. U leest toch ook de krant? Ja, zeker.
maar ik lees er nou nooit uit, Paul, dat een eenvoudig en formeel zakengesprek met de bouwcommissie studenten woonflat, dat vandaag de dag je de eerste minuten de indruk geeft verzeild te zijn geraakt bij de passiespeler van Tegelen, Limburg, Paul. Hoe bedoelt u dat, chef? Hoe bedoelt u dat, chef? In de garderobe al, zeg. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes in Burger. Baart, wie heeft je geschoren? Oh, dat ja. Het hele evangelie raakt, zeg. Maar dat is raar, zeg. Waar je kijkt, baarden. Allemaal mensen met alleen maar ogen en een neus. De rest haar. Behalve als ze iets zeggen. Dan gaat dat open, dat haar. Ter hoogte van de mond. Ter hoogte van de mond gaat dat haar wat open. Fascinerend gezicht, zeg. Als je oog er eenmaal op valt en dan blijf je kijken. Er was er één die zei niks. Oh ja, een zwijgzaam mens, vermoed ik. Ja. Dat bleef maar dicht, dat haar daar. Je denkt eerst, oh, mag zo'n man alsjeblieft, natuurlijk. Maar op de duur wordt het een obsessie, zeg. Je gaat je op de duur afvragen of er wel een onder zit, hè. Een mond. Waanzin natuurlijk, maar het houdt je bezig en op den duur hou je het niet, tenminste ik niet, hè. Ik ben gewoon aan die persoon toegestapt. Ik zeg persoon, het is misschien een rare vraag, hè, maar zou u mij een plezier willen doen? Hij zegt met genoegen, waarmee ik zeg, nee, laat maar zitten, ik heb het al gezien. Aangename situatie natuurlijk, maar het is zijn schuld en niet de mijne. Ach, maar je moet niet zo op uiterlijkheden afgaan. Oh nee, nee, waarom niet? Als je maar weet dat het uiterlijk, mijn jongen, boy, leer dit. Het uiterlijk is de spiegel van de ziel. Oh ja? Ja. Oh ja? Ja. Wat valt er dan te lachen, boy? Nou, ik weet niet, ik keek even naar je. Ik denk dat jij een lachspiegel in je ziel hebt of zo. Ja. Straks ga je zeker spuiten. Spuiten? Spuiten? Hoezo? Als bedriegertje. Zeg, zit nou uit. Gisteravond ook al, zeg. In de bouwcommissie studentenwoonflat. Daar gaat mijn eigen adjunct me even voor het front van de troep zitten uitmaken voor kapitalistisch uitbuiters, zeg. Nee, uitzuiger. Uitzuiger, alsof dat minder erg is. Nou ja, als je iemand citeert, moet je hem goed citeren, hè. Geen demagogie. Geen demagogie, nee. Dat is een best woord, hoor. Geen demagogie. Over de bouwcommissie studentenwoonflat gesproken zijn. Geen demagogie. Nee, maar ondertussen. Nee, toch? Ja. En die universitaire wereld streeft juist zo hard naar de totale democratie. Stelletje elite leiders. Ja, hier, mijn adjunct, neef, stelletje elite leiders. Dat zei meneer gisteravond ook even. Waar die mensen bij zaten, zeg. Daar zit ik dan mijn studentenwoonflat aan te slijten. Moet je rekenen. Aan dat baardevolk. Roep mijn adjunct rustig even elite leiders. De zaal in. Nou, niet aan die intellectuele kapsonen stinken er de pan uit, toch zeker? Zei meneer ook even. Stel even voor, zeg. Daar zit ik met mijn handel. Nou, toevallig zal de revolutie van ons soort mensen moeten komen. Van de echte geknechten. Van de echte geknechten, ja. Nou, toevallig ben jij ooms erfgenaam van ooms miljoenenbedrijf, neef Eef. En laat jij dat door je fijne revolutie dan maar gauw nationaliseren, jongen. Nee, de echte geknechte is niet op zijn achterhoofd gevallen, hoor. Hey, maar dan zou je wel moeten, met je recalcitrante geblaar. Oh ja? Nou, een knappe revolutionair die de prominente partijbond zijn miljoenenerfenis afpikt, hoor. Daar is de kleine echte geknechte toevallig zelf een keer bij. Nou, ik hoor het je zeggen. Ja. Ja. Wat? Zeer zeker. Wie aan mijn zaak komt, komt aan mijn sociale principes. Ja, ja. Ja, dan zeg ik tegen, ga jij maar. Siberië is grootzat, ga jij maar. Ja, jawel, ja. En dat soort straattaal gaat meneer dan even in de bouwcommissie studentenwoonflat zitten spuien, zeg. Als ik aan mijn verkooppraatje bezig ben, probeer dat dan maar weer eens even recht te breien. Nou, maar laat dat maar aan u over, hoor, chef. Huh? Ja, nou ja. Bewonderenswaardig, chef, bewonderenswaardig. Waar u dan zo even vandaan haalt, petje af. Ja, dat weet je dan zelf niet, hè. Zakenmansinstinct, denk ik, hè. Dat krijg je wel. Het is eruit voor je het weet, hè. Je ziet daar dan dat baardenkanaille in opstand komen tegen dat geblerf van EV. Je denkt, daar gaat mijn contract. En voor je het weet, roep je kalmerend iets van, mijn heren. Laat ik u voor de goede orde even mededelen dat mijn adjunct, neef Eef hier, een agent-provocateur van de BVD is. Ach hier, mijn ome, maak mij even kapot. Ja, ja.
Toen was meneer wel even koud gesteld, hoor. Hij hoefde zijn mond niet meer open te doen. Op de hele baardenspul riep boe. Allemaal door die handmegafonen, zeg ja. Dat is een herrie, hoor. Die totale democratie. Ja, het is speelgoed wat die jongens hebben. 1,5, 2 kW uitgang hooguit. De mijne haalt dik 5, de mijne. KW. Nou en op, ja. De zijne haalt dik 5, de zijne. De zijne wat? Die megafonen, zeg. Die handbrullers. De zijne haalt dik 5, de zijne. Dat is iets ergs, hoor. Dat noemen die lui communicatie. Iedereen met zo'n toeter voor zijn bakken, zeg. Hij hier, nee, Weef, ook, vlak naast me. Ik zit nog geen minuut. Vraag meneer, werkt die toeter? Door die toeter! Vraag je aan me of die werkt! Dat ding, het is hartstikke high-fijn. Is... Nou en op, zeg. Spuit meneer me even voor 5 kilowatt high-fijn in mijn oor. Het eerste kwartier heb ik gewoon niet kunnen volgen. Wat er zegt, wie ik zeg, ik versta jullie niet. Draaien ze die krengen nog harder. Nee, ze kunnen van het kapitalisme zeggen wat ze willen, maar het is er veel rustiger, hoor. Zeg, je hebt het al door over die zaal. Het was toch de bouwcommissie studenten woonvlek? Ja, dat dacht ik ook, ja. Rustige avond vergaderen, denk je. Paar heren curatoren, paar senaatsmensen. Dat kan ik wel aan, dat soort, dat type ken ik wel. Die professoren, het wijze glimlachwerk. Allemaal van die milde kopjes van... je zal niet draaien wat ik in mijn leven bij elkaar gedacht heb. Ik ken dat type. Als mijn broekzak. Daar krijg ik altijd gelijk van. Bouwtechnisch krijg ik er altijd gelijk van. Dat is uw terrein, tenslotte zeggen ze dan. Jawel, maar kijk uit, hè. Als aannemer, kijk vies uit, hoor. Ik heb eens 1 keer, hè, zwetend en wel, kop als een boei, 1 keer... heb ik het eens bestaan om recht uit te zeggen... Heren, de aannemer, ik kan het niet volgen. De aannemer geeft het op. Het gaat de aannemer boven zijn domme pet. Nou, toen had ik ook de prijs direct die ik wilde. Noteer zoiets, nee, weet daar leer je van, jongen. Ja, maar gisteravond dan. Zet dat wel, zeg, gisteravond. Daar staat de tijd nog even niet stil voor. Die bouwcommissie studenten woonplet vandaag. Een zaal met zo'n 800 gillende baarden, zeg. Om van de dames maar te zwijgen. Leuk spul overigens, hoor. De studerende wijfjes, stikje uitdagend in de kledij... Het rokje toch net iets onder de taillelijn, dat nog wel. En dan licht provocatief in de opmaak, hè. Typetjes die je eigenlijk in een ander stadsdeel zou verwachten dus. Maar leuk spul. Maar ja, zeg, een zaal vol, zeg. Dat is raar verkopen, hoor. Nou zag ik meteen hier en daar nog zo'n grijnzende professor zitten, hè. Dus ik denk, daar zit het intellect. Laat ik het daar maar op spelen. Ja, maar toen zat hij wel even fout, chef. Hè? Ja, ga jij nou even triomfantelijk zitten doen, Paul? Sorry, chef, niet de bedoeling, chef. Sorry, chef, niet de bedoeling, chef, nee. Hang je uit maar naar de wind, Paul. Alsof jij zo'n mooie beurt maakte met je minimumontwerpje. Mijn architect, die kwam er even met een soort 5-cents-kazerne aan, zeg. Dat was zijn opvatting van een studentenwoonflat. Ja, maar u had het toch zelf de opdracht gegeven het aan de krappe kant te houden, chef? Ja, dat is het bevel, is bevelargument, Paul. Ben ik een nazi-leider? Nee, las ons keine alte kuien aus den Graben holen, zeg, hè? Ja, hou jij je mond maar, zeg. Meneer Paul, zeg, maar architect. Komt dat de bouwcommissie studentenwoonflat een soortement van stenen noodhulp aanbieden? Ja, u had gezegd, het moet betaald van het geld van de gemeenschap, dus kalm aan, chef. Ja, je bouwt zelf nog aan, desnoods de deuren uit te slopen, man. Tegen de professor, tegen het intellect daar. Toen ik het nog niet wist, toen ik de markt nog niet gepeild had. Ik had de heren goud hoor. Dus jullie waren toch nog te duur? Ja, dat dacht ik, ja. Ik denk, ik zit nog te hoog, hè, dat ik roep... Dan haal ik er om de andere kamer wel een wasbak uit. Kan ook. Wow, alles weer. Dat ik maar weer brullen van heren, luister nou even. Als we er de tussenmuren uitslopen, dan kunnen we er altijd nog 1 grote slaapzaal van maken. Dat spaart ook weer lekker uit. Wow. Ja, ik heb zelfs nog een linnen dak voorgesteld. Ja, de waanzin zeg, ja. Maar toen had ik al een van die baarden horen roepen, kamer met bad. Ja, ik denk, aha, waait de revolutionaire wind uit die hoek.
is dat het maatschappelijk ideaalbeeld van de heren totalitair democraten. Maar dan werkt het hierboven snel, hoor. Dan ben ik geen kleine jongen op zo'n moment. Dan gaat het in één flits. Markt peilen, product plannen en stampen erin, jongens. Heren, mag ik een voorstel doen? Kamer met bad? Stilte. Aarzelend applaus. Dus meteen even doordouwen. En dan, heren, ingebouwd vrieskastje voor de koele dronk. Wellicht alom duidelijk adhesie betuigen, ja knikken, welwillend onderling gesprek. Tijd dus voor de grote platmaker. Ik zeg er dan uiteraard. CV, is ook eerst niet wat het was, centrale verwarming, centraal antennesysteem en edelmarmeren opgang. En het was verkocht, zeg. Ja, chef, formidabele wijze van grootzaken doen. Ja, het is een talentpool. Kwestie van, hoe zal ik het zeggen, de markt aanvoelen. Wat wil men? Wat wil de revolutie? Waar is zij rijp voor? En als je mij vraagt, Paul, wat deed het hem nou? Wat gaf nou de doorslag? Dan zeg ik, nee, wacht even. Wat denk jij, Terhelle? Dat progressieve vrieskastje. Mis. Dat doet zijn werk natuurlijk. Dat heeft zijn functie. Maar wat het hem nou deed, ik spreek nou even als neo-links zakenman en niet als dito-politicus, dan is het die edelmarmeren opgang. Paul? Is dat werkelijk waar, chef? De edelmarmeren opgang, jongen. Dat is heel merkwaardig, hè? Maar de ervaring leert de zakenman dat die, bij welk regime dan ook, links, rechts, maakt geen bliksem uit, de grote platmaker is. Anarchist, kapitalist, voor de edelmarmeren opgang gaan ze hup door de knieën. En waarom? Omdat het zo aardig oogt, vermoed ik. U bent een commercieel genie, chef. Mag zijn, Paul, mag zijn, maar eerst, hè? Nee, Veeg, noteer, daar leer je van. Ja. Op de eerste plaats komt het zakelijk vatzoen. Zoen. Het fatsoen. Het zakelijk fatsoen, juist. Je commerciële moraal, dat is het fundament bij wat je ook doet. Heb je het kunnen volgen, neef mee? Ja, zeer zeker. Als jij een kameleon zou zijn, weet je wat jij dan zou wezen? Nee. Kleurenblind. En aan je kale soortgenoten zou je krulspelden verkopen, schat ik. Ja hoor, omdat de heren studenten je niet moesten, hè. Klein, hoor. Elite leiders. Ja, onzin, volmaakte onzin, neef Eef. Zolang hun totalitair-democratische universiteitsraad mij de opdracht kan geven voor een juweel van een luxe flat, maak je mij niet wijs dat die jongens het maatschappelijk gezien bij het verkeerde eind hebben. Dat zijn heel intelligente mensen, die kinderen. Hier, dat boekje van miauw, tje. Miauw. Hè? Of hoe de brave man ook heten mag, hè? Dat ze me te lezen hebben gegeven. Puntgaaf denkwerk van die meneer. Nee, daar kunnen we nog veel plezier van beleven van de jeugd. Ik zeg ook, aha, let op, Rinderman, mijn compagnon. Die zou vanmorgen met de heren nog even de financiële zijde afhandelen. Neem aan, ik ben benieuwd. Dat zal ook wel goed zitten. Vriendig aan of er even wiel te komen. Ja, dat weet hij waarachter ook wel. Geef hier, dank je. Wiels hier. Aha, meneer Rinderman. Wat een verrassing, zeg. Dat u even belt, bedoel ik. Hè? Ja. U hebt even met de heren studenten de financiële... Inderdaad, meneer Rinderman. Wij hebben dat minimumontwerpje van de heer Polleman wel even gewijzigd, ja. Onder druk van de intelligente linkse jeugd, zal ik maar zeggen. Wat dan nu? Ja, ik heb even zitten uitpakken. Tot en met de edelmarmeren opgang toe. Dus dat weet u wel. Wat is er? Kan ik nu wel weer inpakken? Hoe bedoelt u dan, meneer Rinderman? Voor de helft van de prijs? Hebben die communistische speerlap u gedwongen de helft van de prijs? Moeten wij met edelmarmeren opgang al voor de helft van de prijs het anarchistische vlak.